Ik zal inderdaad wel vertellen over luchtkwaliteit. Hoe de lucht verbeterd is, de luchtkwaliteit in Nederland. En ook wat de coronamaatregelen voor ons gedaan hebben de afgelopen maanden. Ik geef mijn scherm delen nu. Even kijken, bevestiging. Jullie zien mijn scherm nu? Ik hoop het, niemand zegt ja. iets. Oké. Okay. Ik zie hem. Ja, prima. Zeker. Prima. Dus dan begin ik even hiermee. 2 jaar terug werd ik geïnterviewd door het Maandblad Quest. En dat ging over luchtkwaliteit. En zij stelden de vraag van, is de lucht eigenlijk schoon genoeg? De lucht is een stuk schoner in Nederland dan het vroeger was. Maar is die schoon genoeg? Er is al een heel mooi plaatje erbij van een van de eerste actiegroepen. De actiegroep Strohalm. Die al met gasmaskers op protesteerde van, we worden stinkend rijk. En ik vond het een heel mooi slogan eigenlijk. Want het ging inderdaad vroeger om de welvaart, waardoor we steeds rijker werden, maar ook steeds meer luchtkwaliteit problemen kregen. Dus is het schoon genoeg nu? Het is een plaatje van een paar jaar geleden van de Eiffeltoren in Parijs. Een plaatje op een schone dag en een plaatje op een niet zo schone dag. En dit heeft niks te maken met mist die er hing. Dit is gewoon puur fijn stof. Dit is luchtkwaliteit. De slechte luchtkwaliteit heeft nog altijd, ook in onze regionen, dit soort effecten. En we praten met luchtkwaliteit over. We praten, als je naar de Nederlandse situatie kijkt, voor een heel groot deel over fijn stof. Grofweg 80% van de gezondheidseffecten, langdurige gezondheidseffecten, die samenhangen met luchtverontreiniging, komen door fijn stof. Stikstofdioxide, NO2, is een andere component. Ongeveer zo'n 20-25% van de effecten komen daardoor. Zwaveldioxide was vroeger heel sterk in de belangstelling. En dit is ook het probleem met zure regen, kwamen voornamelijk door stikstofdioxide, zwaveldioxide. En de concentraties van zwaveldioxide in de lucht, die zijn alleen de afgelopen 20 jaar met zeker een factor 10 gedaald. Dus dat is nu voor luchtkwaliteit minder een issue. Ozon, en noemen we het zomersmog, hebben we nog steeds. Afgelopen zomer weer, met heel mooi weer, brengt het RIVM smogverwachtingen uit. En dan word je gewaarschuwd dat je je niet te veel moet inspannen. Dat zijn vooral kortdurende klachten die je kunt hebben door te veel aan ozon. En zoals Hans Bruggel zei, we praten over een fijn stof. Ik hoop dat jullie mijn muis kunnen zien. Dit is een menselijk haar. En er passen 5 PM10 deeltjes, fijn stofdeeltjes, op een menselijk haar. En als je naar de nog fijnere deeltjes kijkt, PM2,5, dan passen er 25 op een menselijk haar. Het zijn dus hele kleine deeltjes waar we over praten. En wat doen die hele kleine deeltjes? Hoe kleiner ze zijn, hoe verder ze in ons luchtsysteem kunnen terechtkomen. En de grove deeltjes blijven vooral in je neus zitten, maar de fijnere komen in je longen en de nog fijnere komen zelfs in je bloedbaan terecht. En de Wereldgezondheidsorganisatie en ook de Clean Air and Climate Coalition, die schatten dat er in wereldwijd zo'n 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven door slechte luchtkwaliteit. En dat is niet alleen buitenlucht, dat is zowel buitenlucht als binnenlucht. Dus we praten nog steeds over een flink probleem wereldwijd, een groot probleem wereldwijd. We meten ongeveer bij het RIVM vanaf begin jaren 90 meten we fijn stof in de lucht. Niet met fijne sensoren, zoals nu ook gaat gebeuren, deze campagne, maar met vrij grote apparatuur. En je ziet hier de concentraties van fijn stof in Nederland, op regionale stations, dat noemen we stations die ver weg liggen van menselijke bewoning, op stadstations en op straatstations, dus echt dicht bij waar de auto's rijden en waar de mensen wonen. En je ziet dat op alle stations zie je ongeveer een halvering van de fijnstofconcentraties in de afgelopen pak een beetje 25 jaar. Dus de lucht is een stuk schoner geworden dan die vroeger was. Ik heb het afgelopen jaar met een aantal collega's onderzoek gedaan van hoeveel hebben we nou gewonnen al de afgelopen jaren? We weten natuurlijk, sinds 1980 is de economie sterk gegroeid. Ik denk een plaatje laat zien hoe het wegverkeer op snelweg is gegroeid. Hoe het vrachtverkeer op snelweg is gegroeid. Enorme toenames in intensiteiten door de economische activiteiten. Tegelijkertijd zijn allerlei maatregelen genomen in Europa. We begonnen ongeveer in 1980. Denk maar aan de driewegcatalysatoren. Tegenwoordig heel normaal. Maar vroeger was dat een flinke doorbraak. En later de roetfilters en al die andere maatregelen bij de industrie. Waardoor, ondanks de economische activiteit die sterk gegroeid is, toch de uitstoot sterk gedaald is. Ik heb dat doorgerekend met een model, vergeleken met metingen ook. En het rechterplaatje laat zien hier, zeg maar, de baseline situatie die we nu hebben. Gemiddelde fijnstofconcentratie, hoe die is gedaald, met hier de waarnemingen, de blauwe lijn op model.
duidelijke daling in de concentraties. Dit laat zien wat er zou zijn gebeurd als er geen Europese maatregelen waren genomen. Dan hadden we met fijn stof niet gezeten op een, zeg, 20 microgram per kubieke meter, maar boven de 100. En dat zijn situaties die we dan nog steeds in steden in India en China kunnen tegenkomen. Dus een hele grote toename zou er zijn geweest in de fijnstofconcentraties. En als je dit doorrekent, momenteel zitten we op zo'n levensduurverkorting in Nederland, gemiddeld van zo'n 9 maanden à 12 maanden voor de Nederlander gemiddeld. Zonder de Europese maatregelen zou dat zo'n 7 jaar levensduurverwachting verkorting zijn geweest. Dus door het Europese luchtbeleid hebben we zo'n 6 jaar gemiddeld gewonnen in levensverwachting. Dan is het altijd de gemiddelde levensverwachting, is een lastige. Want sommige mensen hebben er veel meer last van dan anderen. Sommige mensen leven een stuk minder korter. En andere mensen hebben er veel minder last van. Maar gemiddeld is de schatting dat we zo'n 6 jaar langer leven, onze levensverwachting 6 jaar langer is, door het Europese luchtbeleid. Dus heel goed nieuws, we hebben al heel veel gewonnen. Maar nog steeds leven we 9 maanden tot een jaar korter, doordat de lucht niet optimaal is in Nederland. Wil ik even een perspectief plaatsen waar we over praten? Nou, Hans Brug was de afgelopen jaar ook heel veel in het nieuws rond de stikstofproblematiek. Luchtkwaliteit praten we nu over. En een ander groot probleem is natuurlijk de broeikasgasemissies. Dus ik heb hier een figuur gemaakt waarin de luchtkwaliteit en dan in de gezondheidseffecten die ermee samenhangen, de stikstofdepositie en de broeikasgasemissies naast elkaar zijn gezet. En welke sectoren daaraan bijdragen. Dan zie je als je naar de luchtkwaliteit kijkt, dan is verkeer en vervoer een grote binnenlandse bron van de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit. Buitenland, alle buitenlandse bronnen bij elkaar, dragen ongeveer de helft bij aan Nederlandse luchtkwaliteit. Dus dit laat duidelijk al zien dat we willen onze luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Kunnen we zelf wat doen, deze bronnen allemaal, maar het is ook heel sterk afhankelijk van het buitenland. Dus we moeten zowel Europese afspraken maken, als in Nederland op nationale en lokale schaal wat doen. Kijken naar de stikstofproblematiek, ja, dan komt toch daaruit dat de landbouw met zo'n 40-45% de grootste bijdrage heeft aan de stikstofproblematiek. En er ook een forse bijdrage van het landbouw. Zo'n 1/3 komt van de landbouw. Daar ook weer, het buitenland, sorry. Daar ook weer in, de landbouw een grote bijdrage. Maar industrie, verkeer en de huizen en zo hebben er nog een stuk kleinere bijdrage bij, maar niet verwaarloosbaar. En het derde grote probleem, natuurlijk de broeikasgasemissies. Dan zie je dat de industrie de overgrote bijdrage heeft. Zeg maar onze elektriciteitsproductie en de zware industrie die het doen. Maar ook verkeer, met nog zo'n bijna 20%, ook een significante bijdrage. Als we denken aan het akkoord van Parijs, waar we 95% terug willen in de broeikasgasemissies, Nederlandse doelstelling ook, dan zie je wel dat je alle sectoren moet aanpakken. En ik heb het buitenland weggelaten hier, want natuurlijk het is een mondiaal probleem. Het mooie van dit plaatje vind ik dat je laat zien dat je maatregelen moet nemen op verschillende terreinen, om verschillende problemen aan te pakken, maar dat geen één probleem met maar één sector kunt oplossen. Alle sectoren dragen bij, dus je moet op allerlei niveaus maatregelen nemen. Nu weer terug naar de luchtkwaliteit alleen. Zoals ik gezegd, de luchtkwaliteit is sterk verbeterd afgelopen jaren in Nederland, maar niet schoon genoeg. De lockdownmaatregelen die ongeveer rond 15 maart in Nederland ingingen, die hebben ook als het ware hele ongelukkige aanleiding natuurlijk, maar zijn ook wetenschappelijk gezien een heel mooi een wetenschappelijk experiment om te kijken wat er met de luchtkwaliteit gebeurd is. En dan heel sterk in april kwamen dit soort plaatjes naar voren, die zien dat in China de lucht een stuk schoner is, doordat de lockdownmaatregelen zijn ingegaan. Links het plaatje van een slechte luchtkwaliteit en rechts waar het een stuk beter is, als een groot deel van de industrie en het verkeer stil ligt. Enigszins vertekend vind ik het hier altijd bij. Ze vergelijken hier een maand januari met een maand februari. Maar wat is nou de referentiesituatie geweest in februari? Ja, dat weet je niet, want dat kun je niet zomaar achterhalen. Dus je vergelijkt het met een vorige maand. Wat ook toevallig hierboven staat gelukkig, is dat het stikstofdioxide is. Maar de grootste gezondheidseffecten hangen samen met fijn stof. Dus de luchtkwaliteit was in China wel beter, maar is dat ook voor fijn stof het geval geweest? Nou ja, dat laat dit figuur niet zien. Dit heeft ons getriggerd om eens te gaan kijken wat de situatie in Nederland was. Het is een onderzoek dat ik nog aan het afronden ben samen met collega's van het RIVM, en ook met de DCMR en de Rijnmond erbij, om te kijken wat de situatie in Nederland was. Dit is een plaatje van alle meetstations in Nederland van de stikstofdioxideconcentratie, de NO2-concentratie. Het laat hier de verschillende jaren zien. En ook het jaar 2020, en dit grijze vlak is dan de lockdownperiode.
Dus wat je ziet, dat je inderdaad tijdens de lockdownperiode hebben we lagere concentraties dan we in de andere jaren hadden in dezelfde periode. Maar ja, we hadden dat ook al in de periode voor de lockdown. Dus de vraag, wat heeft de lockdown daaraan bijgedragen? Of is het gewoon een toevallige meteorologische omstandigheid? Zelfs als je naar fijn stof kijkt, dan zie je tijdens de lockdownperiode, de paarse band hier, hadden we concentraties die, nou, zelfs min of meer vergelijkbaar waren, leek het wel, met de concentratie in de voorgaande jaren. En zelfs in februari en begin maart waren de concentraties zeker zo laag. Dus wat is hier de oorzaak van? Dat is de meteorologische variabiliteit. Want ik weet niet of we kunnen herinneren, maar sinds de tijd dat wij alweer thuis moeten zitten, vanaf halverwege maart, was het 2 maanden lang ontzettend mooi weer. Ongewoon mooi weer. Aanvoer van oostenwind, wat relatief ongebruikelijk is in Nederland, met veel zonneschijn. Dus we hadden geen normale situatie. Dus willen we achterhalen wat de lockdown gedaan heeft, kunnen we niet zomaar deze periode vergelijken met voorgaande jaren of met een voorgaande maand. Want we moeten meteorologie meenemen. Dat heb ik samen met collega's van het DCMR dat gedaan. We hebben dus een model opgezet. We hebben gekeken, wat zou nou de luchtkwaliteit zijn geweest als er geen coronamaatregelen waren geweest in deze periode. Dat is als het ware een statistisch model waarbij je een schatting maakt of een predictie maakt van de huidige luchtkwaliteit in de afgelopen maanden zonder lockdownmaatregelen. Als het ware een verwachting voor de wat is er zijn geweest. En dan krijg je dit plaatje. En dan zie je hier effecten op. Zeg, deze heeft de middelste kolom hier. De NO2-concentratie, verkeerssituaties, stadssituaties en regionaal. En dit is een onzekerheidsband die erbij gegeven wordt. Een 95% onzekerheidsband. En we zien dus dat NO2, zeker op verkeerssituaties, maar ook regionaal, met zo'n 15-30% is afgenomen. Er is onzekerheid erbij, maar dus een duidelijke verbetering van NO2-concentraties. Als we kijken naar PM10 fijnstof, nou, dan is de afname maar iets als 5% geweest. Net significant. Statistisch significant. PM2,5, iets kleiner deeltjes, komen wat verder in de atmosfeer. Daar is de afname zo'n 15-20%. Een duidelijk statistisch significant. Maar lang niet zo groot als die was voor de NO2-concentraties. Of zelfs voor de NOx. Dus dit laat een veel beter beeld zien. Met veel meer een robuuste aanpak om laten zien wat nou echt de impact op de gezondheid is geweest van de corona-lockdown-maatregelen. In plaats van alleen maar te kijken naar een paar jaar vergelijken. Dus de boodschap is eigenlijk van, wil je een goed beeld krijgen van wat de effecten van de lockdown zijn, dan kun je niet alleen maar meten, maar moet je ook heel duidelijk slim kijken naar hoe je de meting moet interpreteren. Ik denk dat ook de boodschap is voor als je met sensoren gaat meten. Het is een fantastisch instrument, maar je moet goed kijken hoe je de getallen kunt interpreteren. Daar heb je vaak nog extra instrumenten voor nodig, als andere metingen of modelberekeningen. Dat was wat ik jullie wilde meegeven.